Pauline houdt een verre vakantie naast haar voordeur. Op vakantie gaan zit er nu even niet in. De coronacrisis zorgt ervoor dat dat niet kan. En dat geldt ook voor de Apeldoornse Pauline Drost. Voor 2020 had ik gepland om met de caravan eens een keertje Nederland te gaan ontdekken. Dus ik had al een beetje een ideetje. Ik wilde naar Drenthe, ik wilde nog een keer naar Limburg. Lekker weer eens een keer naar Zeeland, daar was ik al wel geweest. En ik kon deze caravan lenen van vrienden. Dus ik was super en ik had allemaal plannetjes klaar. Ik zou gaan beginnen in Ulft. Alles stond klaar en toen kwam corona. De coronacrisis maakt bij nogal wat mensen heel veel creativiteit los. Maar bij Pauline gaat het zelfs een stapje verder. Zij stapt in de caravan die naast haar deur staat en dan is ze op vakantie in een ander land. Ik kwam eigenlijk een beetje door de hond. We kwamen een avondje thuis van de wandeling en toen was ik al in huis. Ik denk, waar is dat beest? En dat beest stond met de voorpoot op het trapje bij de deur van de caravan. En die had zoiets van, ik wil daar weer eens gaan slapen. En toen dacht ik, waarom ook niet? Dus toen heb ik mijn spulletjes gepakt binnen. En wat hondenspulletjes gepakt. En toen zijn we s'avonds gaan slapen in de caravan. Was ontzettend grappig eigenlijk. We hadden die avond lasagne gegeten. En ik had een crodineltje meegenomen in de caravan. En ik heb foto's gestuurd naar de kinderen. Nou, die lagen in een deuk. Die dachten, mama is weer eens niet goed geworden. Maar het voelde gewoon ontzettend leuk. Eigenlijk doorbrak het een beetje de sleur. Ik vond met corona toch elke week erger worden. De sociale en de culturele armoede. Je ziet elkaar niet meer, je hoort elkaar niet meer, je raakt elkaar niet aan. En dan moet je er toch een beetje op letten, ja, dat je gedachten toch een beetje vrolijk blijven. En ik merkte het ook in de straat. Je hebt elkaar eigenlijk niks meer te vertellen. Je kunt het een beetje hebben over onkruid. Heb jij ook veel onkruid? Ja, ik heb ook veel onkruid. En de volgende dag weer vragen, hoe is het met je moestuintje? Nou ja, daar zit ook onkruid in. Ja, inderdaad, inderdaad. En nu zeggen buren van, wat doe jij nou? Slaap je in je caravan? En vertel je, ja, ik heb geslapen. En ik had een beetje gevisualiseerd dat ik in Italië was. En de volgende keer dat je in de caravan gaat liggen, krijg je een appje van de buurvrouw. En opeens staat daarvan, hoe is de temperatuur in Italië? Het is gewoon grappig, het is gewoon een beetje humor. Het breekt een beetje de sleur. Bij Italië bleef het echter niet. Zij reisde met haar stilstaande caravan zo weer naar een ander land toe. We hebben ook gehoord dat je in Duitsland bent geweest. Die avond hadden we zuurkool gegeten en toen vroeg iemand aan mij van, ga je vanavond in de caravan slapen? Ik zeg, ja, we zijn vanavond wel op een camping. Oh, waar zit je? Ik zeg, nou, we zitten deze keer in Duitsland. Want we hebben sauerkraut gegeten. En Duitsland deze keer, ja. Hey, en hoe vaak doe je dat? Ik denk zo 2, misschien 3 keer per week. Eigenlijk is het toch meestal wel de hond. Die vindt het gewoon geweldig. Thuis is er één, het is een enorme diva, maar er is één regel, ze komt niet boven. Terwijl in de caravan is natuurlijk 24/7 de baas bij zich. En ze vindt het gewoon heerlijk in de caravan. Dus vaak was ik het niet eens van plan en dan blijft zij weer bij die deur staan. Dan denk ik, nou, vooruit maar weer. Maar ik vind het zelf ook leuk. Ik vind gewoon door middel van visualiseren, doorbreek je gewoon een beetje de sleur. Haar visuele vakantietripjes zet ook haar omgeving in beweging. Buren hebben wel gevraagd van, goh, vind je het leuk om eens een keertje je caravan bij mij op de oprit te zetten? Dan heb je weer eens een ander uitzicht. En één buurvrouw, die is kunstenares, die heeft mij aangeboden om iets te gaan maken, iets te gaan schilderen, wat ik op het grote raam kan hangen. Zodat het visualiseren dat ik in het buitenland ben nog beter gaat. Dus het geeft gewoon een leuke, vrolijke, humoristische vibe hier door de straat heen. Pauline blijkt lang niet de enige te zijn die een verre vakantie naast de voordeur houdt. Ben je trendsetter geworden? Ik heb het artikel gezien in de krant. En die mensen hadden een kleine camper en die hadden ze haaks in hun tuin gezet. En ze zaten daar met hun stoeltjes in hun eigen tuin. En ik moest daar verschrikkelijk om lachen. Maar ik vind het zo gek nog niet. Het is gewoon leuk en grappig.